Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. In het noordoosten van het land schijnt de zon al flink, in het zuiden komt nog tamelijk veel bewolking voor. Maar die gaat geleidelijk aan steeds meer breken, zodat uiteindelijk overal de zon behoorlijk gaat schijnen. De rest van de dag drijven nog wel wat hoge wolkenvelden over het land, blijft wel overal droog. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 12 tot 16 graden en er staat niet al te veel wind. Het waait zwak of matig, windkracht 2 tot 4, veelal uit de westelijke richtingen. Vanavond zijn er ook brede opklaringen. Dan daalt de temperatuur weer naar een graad of 10. De wind draait geleidelijk naar het zuidwesten, maar blijft zwak of matig rond 3 Beaufort. Dan morgen ziet het weerbeeld er ook heel aardig uit. Flink wat zon, ook wel hoge bewolking die nog steeds over het land drijft, blijft wel droog en het wordt 16 tot 22 graden. Waardoor een matige westelijke wind blijft het aan de kust wat frisser. Op woensdag is de wind meer zuidelijk en dan wordt het overal warm. Het wordt 18 tot 24 graden. Op de donderdag dan gaat het weer weer omslaan. De wind draait naar het noorden en dan wordt het flink koeler. Mogelijk vallen er ook een aantal buien. Op vrijdag is het de graad of 13. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl